Welkom, ik ben Martijn Laterveer, een van de twee coördinatoren van LOC Zeggenschap in Zorg. 15 maart hebben we Tweede Kamerverkiezingen. De politiek is natuurlijk uiterst belangrijk voor wat er in zorg en welzijn gebeurt. Maar ik merk ook steeds meer dat de politiek niet alles bepalend is. We hebben met elkaar een grote kracht om veranderingen in de zorg tot stand te brengen. Deze maand hebben we als LOC twee mooie congressen mogen organiseren. Op 1 februari over waardevolle zorg. Die dag vertelden heel veel mensen wat voor hen waardevol is in de zorg. Dat waren mensen die zelf zorg ontvangen, maar ook mensen die zorg verlenen of op een andere manier bij de zorg betrokken zijn. Het was indrukwekkend te zien hoeveel kracht er in mensen zit. Op 9 februari hadden we het startcongres van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. 40 organisaties vertelden daar hoe zij aan het werk zijn aan goede zorg. Het waren cliëntenraden, medewerkers, managers, maar ook het ministerie, het zorgkantoor, de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit waren daar. Juist door met elkaar in dialoog te zijn is het mogelijk om tot oplossingen te komen voor zaken die soms heel erg lastig lijken te zijn. Ik realiseerde me die dag dat je heel weinig met elkaar zo in gesprek bent met zo diverse mensen. Het betekent ook voor ons als LOC dat we minder dan voorheen een traditionele belangenorganisatie kunnen zijn en willen zijn. Onze belangrijkste rol is om mensen bij elkaar te brengen. En dan daarmee te zorgen dat we tot goede zorg komen. Zorg die waardevol is, zodat mensen die zorg nodig hebben onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. En daar ook een waardevolle bijdrage aan mogen leveren. En het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Dat kan. En dat zien we ook op steeds meer plekken in de praktijk gebeuren. Daarnaast blijft het uiteraard nodig om actie te voeren op momenten dat het echt niet goed gaat. Een voorbeeld daarvan in de laatste week is de privacy van mensen in de GGZ. En ook bij de gemeente, de WMO. Daar zullen we actie blijven voeren. Maar daarnaast is het ook belangrijk om steeds meer eigen onderwerpen op de agenda te zetten, een eigen lijn te trekken en daarin samen te werken. Want als beweging waardevolle zorg kunnen we met elkaar iets tot stand brengen. Veel meer dan wanneer we allemaal aan tafel zitten en steeds vanuit één belang proberen te praten. Ik zou dan ook iedereen willen oproepen om met elkaar te kijken hoe we tot waardevolle zorg kunnen komen en daar de dialoog aan te gaan. Wij willen dat graag bevorderen, onder andere via het sociaal platform www.loc.nl, waar iedereen een bijdrage kan leveren en ook met elkaar de discussie kan voeren, via tijdschrift en ontmoetingen die we met elkaar hebben. Laten we met elkaar zorgen dat we, los van wat de politiek doet, de zorg verbeteren. Dat kunnen we, ik ben ervan overtuigd. Dank u wel.